Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Roy Jans, 1-1 tegen Excelsior. Hebben jullie vandaag 2 punten laten liggen? Ja, we hebben vandaag zeker 2 punten laten liggen. En kijk, op papier zijn wij sterker dan Excelsior. Je speelt thuis. In de praktijk hebben we ook gewoon thuis gespeeld en waren we ook sterker dan Excelsior. Maar we hebben niet de effectiviteit gehad en ook niet het tempo in het begin gehad om de wedstrijd echt te winnen. En ik vind dat wij eigenlijk het laatste kwartier van de eerste helft eigenlijk de punten hebben laten liggen. Want als je voorkomt, ja, dan moet je het afmaken. En dat was onze slechtste fase, ook mede ingegeven doordat we moesten wisselen en dat Ryan Thomas eruit ging. Dat hebben we ook gewoon heel erg aan onszelf te danken. Ik bedoel, we hebben zelf niet ons niveau gehad waar we eigenlijk ook een beetje de laatste week naar op zoek zijn. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar ik bedoel, als we ook de 2-1 maken, denk ik ook dat wij uitlopen op Excelsior. Maar die goal viel maar niet. En daardoor hadden we ook moeite met Excelsior vandaag. Ik denk dat we heel weinig weg hebben gegeven. En meer dan genoeg kansen hebben gecreëerd. Was de afronding niet goed of de laatste bal. Ja, als je dat eerste half uur zo bekijkt, had ik het idee van het wordt een makkelijke middag. Ja, klopt. Zeker na die 1-0 had ik dat idee ook wel eventjes. Het stond goed. Wat ik zeg, ze kwamen bijna niet over de middenlijn eigenlijk. Misschien had het tempo bij Vlaag wat hoger kunnen. Maar goed, ze houden het vrij compact. Dus dat was moeilijk om erin te voetballen. Ik vond dat we dat wel redelijk deden. Daar waren we geduldig genoeg in. Misschien een kwartiertje voor rust dat we het even moeilijk hadden. Het lag misschien meer aan onszelf dan aan de kwaliteiten van Excelsior. Ik denk meteen de tweede helft. Meteen de toon weer gezet vanaf het begin. En was het mijn ploeg die verdiende om te winnen, waren wij. De eerste half uur moest het tempo omhoog. Maar we creëerden wel. En het moest allemaal wat sneller, vond ik. En wat sneller naar de goal. En wat sneller handelen, met name in en rond de 16. Maar zij zijn niet één keer bij Warnahaan geweest. Alleen toen maakten wij de 1-0. En toen kregen wij eigenlijk een uitstekende mogelijkheid op 2-0. Want Nesit draaide heel goed weg. Maar die had moeten pasen en die schoot en dat werd geblokt en dan komt de counter en sta je 1-1. Ja, en ik vond ook dat ook daarna, wij zetten toen niet meer goed druk. Wij schakelden gewoon slecht. In balbezit was het allemaal te statisch. En ja, dat was misschien ook wel logisch, maar dat is wel de fase waar ik me meest heb opgewonden. Omdat we gewoon niet meer als team gewoon toen speelden. En dat hebben we de tweede helft wel gedaan, maar toen ging die er helaas niet in. De tweede helft hebben we ook een aantal aardig goede kansen gehad. Maar als je die ballen niet maakt, dan speel je vanzelf als team ook niet goed genoeg. Ja, waar ontbrak het aan? Was het de eindpaas vandaag? Misschien net het balletje wat te vaak vasthouden? Ik denk beide. Ik bedoel, en concentratie en de laatste momenten van de passing of schieten of afleggen. Ik denk dat het gewoon een mix van dat alle drie is. Dus dat is een beetje jammer. Ik bedoel, ik denk dat we daarna op zoek zijn de laatste weken. En dat moet wel veel beter. Ja, eindpaas of eindschot of eindkop. Want we hebben een paar goede kopkansen gehad. We hebben een paar goede schietkansen gehad. Keeper die stond gewoon goed. Die bokste er wat ballen uit. En de bal met de kop ging wel eens naast en over. En de schoten werden vaak geblokt. En met name, we hebben zoveel voorzetten gehad. Ja, en die kwamen bijna nooit bij een speler van ons. En dat komt ook wel omdat we een stuk voor of 8 van Excelsior in de 16 stonden. Maar daar waren we niet goed genoeg. Ja, Bart van Hintem stond denk ik de hele tweede helft vrij op links en die kon elke bal wel voorgeven. Ja, maar ook de eerste helft hadden we ook aan de linkerkant steeds eigenlijk een man over. En daar is niks mis mee. Alleen dat is heel mooi als je, en dat is wel eens gebeurd, dat daar dan goals uitvallen. Maar dat mocht vandaag helaas niet zo zijn. Zijn dit dan typisch zulke wedstrijden waar je tegen een tegenstander speelt die eigenlijk alleen maar op je achterste naar een punt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk zij hadden hier van tevoren voor getekend. Nou, je hebt wedstrijden waarin je wel eens te veel krijgt. En vandaag hebben wij duidelijk te weinig gekregen.